wij zijn op de Wezelse Dijk in Wiegen. Daar is een brand ontstaan in een woonboerderij. Dat is een dubbel woonhuis. De bewoonster heeft rond 11:15 gemerkt dat er een brand uitgebroken is. En dat was in de berging bij de wasmachine en de droger. Zij heeft daarop gelijk 112 gebeld, waardoor de brand weer snel ingezet kon worden en erger is voorkomen. Daarbij is er rook- en roetschade ontstaan in de woning door de brand die er was. De bijkeuken is behoorlijk wat brandschade. Door de schade kunnen de bewoners van beide woningen waarschijnlijk vannacht ook niet in huis slapen. Die zullen vannacht ergens anders moeten slapen. Er is uit voorzorg is er een rietploeg ingezet. En een rietploeg is een gespecialiseerd brandweeronderdeel die zich bezighoudt met branden in rieten kappen. Zij hebben gekeken of het nodig was om in te zetten op de rietenkap. En dat bleek gelukkig niet nodig. Dus daarbij is de schade beperkt gebleven. En dat is medegekomen doordat de bewoonster heel snel gemeld heeft. De exacte oorzaak is niet bekend. Maar het is in ieder geval ontstaan in de bijkeuken bij de wasmachine en de droger. Dus wellicht dat daar de oorzaak in zit. Maar dat moet nog nader onderzocht worden. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Doordat de bewoonster de brand heel snel ontdekt heeft, heeft zij iedereen die in huis was kunnen waarschuwen en was iedereen op tijd veilig buiten.